de fabriek van Intergas in Coevorden. Elke dag rollen hier ruim 700 nieuwe cv-ketels van de band. De zaken gaan goed en de productiehal is te klein geworden. Aan de rand van Coevorden wordt daarom een nieuw pand gebouwd. Een nieuwe locatie betekent niet automatisch dat meer mensen aan het werk kunnen. Wij hebben natuurlijk wel verwachtingen voor de toekomst. We gaan hier weg omdat we eigenlijk hier uit ons jasje gegroeid zijn. Op de nieuwe locatie hebben we natuurlijk wat meer ruimte. Direct in het bedrijf, maar ook wat meer ruimte eromheen. Dus als mocht het nodig zijn, dan kunnen we er ook nog weer van alles op en aan gaan bouwen. De nieuwe fabriek wordt gebouwd op het Europark, in twee landen. Deze betonnen plaat leidt zo meteen naar de ingang van de Intergasfabriek. En het mooie is, we lopen nu in Duitsland, maar de ingang die zit zo meteen in Nederland. Volgens technisch directeur Peter Kool is er niet echt een reden om de entree aan de Duitse kant van de fabriek te maken. Behalve dan dat de bouwkavel op de grens ligt. De leveranciers en het personeel kan ook via de achteringang komen als ze dat willen. En dan rij je over Nederlands gebied naar het bedrijf toe. Een fabriek die voor een deel in Duitsland staat, biedt misschien wel kansen om meer cv-ketels aan onze oosterburen te slijten. Ja, want Duitsers kopen ook een Duitse auto en Duitsers hebben ook de neiging om een Duitse ketel te willen kopen. Ja, en misschien, en dat zei je eigenlijk ook al, is misschien deze fabriek nu zodanig gelokaliseerd dat wij kunnen zeggen dat de ketel uit Duitsland komt. Ja, maar ik weet niet of ze dat direct zo zullen gaan vinden. De Duitsers mogen dan misschien nog twijfelen, maar de cv-ketels uit Drenthe gaan de hele wereld over en worden onder meer verkocht in de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat de productie de komende jaren verder wordt verhoogd.